Verhalen over een Rotterdams icoon. Dag, Dijkzicht. Dag, Dijkzicht. Ja, het heeft er 70 jaar gestaan ongeveer. Het stond een jaar of 3-4 leeg. Ze hebben alles heel verantwoord eruit gehaald en gerecycled. We hebben een paar weken geleden een oproep gedaan op onze social media van wat is nou jouw verhaal bij het Dijkzicht ziekenhuis? Dat ging even los, hè? Duizenden reacties. Ja. En deze week gaan we een aantal mensen horen die we als dank voor hun verhaal ook nog een origineel stukje van het Dijkzicht ziekenhuis geven. Met een echtheidscertificaat. Ja, ja. Gisteren spraken we Marjoleine van der Zijden. Zij begon in 1988 als leerling verpleegkundige daar in het gebouw. En deze ochtend spreken we met Louise de Vlaming. Mevrouw de Vlaming, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Brien. Wat is uw herinnering aan het Dijkzicht ziekenhuis? Aan de ene kant natuurlijk een hele mooie. En aan de andere kant helemaal niet. Mijn oudste zoon die heeft dus... ik ga aan het begin beginnen. Mijn zoon die was op weg met 3 vrienden en een vriendin naar het grote galafeest in Alcazar. Dat is denk ik wel heel erg bekend. Wij wonen zelf in Strijen. En het was dus heel slecht weer geworden opeens. Het sneeuwde heel erg. En mijn zoon heeft aan het einde van de trambaan een heel ernstig auto-ongeluk gekregen. De auto die is een kwartslag gedraaid en die is tegen een grote ANWB-paal aangekomen. En die kwam naar binnen bij mijn zoon. En het dak van de auto in zijn hoofd. Dus is in een coma geraakt. Heeft heel veel gebroken. De bestuurder die had niets. En een meisje wat erachter zat ook niet. Die zijn natuurlijk in shock de auto uitgevlucht. Voor hem zat iemand, een vriend van hem, en die had een schouderblessure. En naast hem zat zijn beste vriend en die had ook, ook fracturen. Toen zijn de jongens die zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. En ik werd opgebeld binnen korte tijd door een vriend van mijn zoon. En die vertelde dus, joh, heb je het al gehoord? Jori heeft een ernstig auto-ongeluk gehad. Nou ja, je begrijpt wel, dan sta je, wereld staat helemaal stil. De politie die staat voor de deur. En dan gaat het, beginnen. Van waar is mijn zoon naar vervoerd? Nou ja, die was dus vervoerd naar Dijkzicht. En de andere twee naar Dordrecht. Nou ja, 1 en 1 is 2. Dan weet je wel dat er iets aan de hand, iets ernstig aan de hand moet zijn. Want ze vervoerden je niet voor niks daar naartoe. Wij zijn er naartoe gegaan met de auto. En binnengekomen bij de eerste hulp. En dan sta je daar bij je kind. Die je eerst vrolijk weg zag gaan. Helemaal in de zin van leuk, we gaan een feestavond maken. En dan zeg je, goh, wat ligt mijn kind stil? En dan krijg je te horen, uw kind ligt in coma. Hij is toen, dat was dus in de eerste hulp. Wij zijn toen naar de IC gegaan, samen met hem. En in die nacht kreeg hij dus onder andere, zijn hersenen gingen zwellen. Dus hij kreeg een drukventiel ingebracht. Toen zijn wij dus naar de familiekamer mochten wij. En daar heb ik eigenlijk 2 dagen doorgebracht. Mijn zoon die heeft op een bepaald moment, moest hij ook geopereerd gaan worden. Want er waren zoveel fracturen. Toen hebben ze dus ook met dubbele teams operatie gedaan. Ze wisten totaal niet op welke manier hij eruit zou komen. Mm-hmm. Hij is ook opgegeven toen voor het Rijndam ziekenhuis. Mijn zoon die was zwaar gewond. En ze wisten überhaupt niet dat hij het zou halen. En dus ook niet van of dat hij uit coma zou komen. Ik heb daar als moeder zijnde ben ik daar dus 2 dagen geweest. En ik heb alleen maar geleefd op sigaretten en op koffie. Want je hele wereld stort gewoon helemaal in. Maar ik had thuis ook nog een zoon van 14. En dat moet ik er nog even bij zeggen. Die op het moment dat de politie bij ons dus thuis aanbelde, dacht mijn jongste zoon dat ze voor hem kwamen. Omdat hij sneeuwballen met vrienden aan het gooien was. Ja,
Was het maar zo. Ja. Was het maar zo, ja. Ja. Inderdaad. Ja. Nou ja, dat was natuurlijk niet zo. Maar mijn jongste zoon die was ook heel erg, moet ik dat zeggen? Aangedaan? Ja. Nee, ja, maar die heeft heel veel die had heel veel verantwoordelijkheidsgevoel. Dus die had ook zoiets van, laat mij hier maar gewoon en ik kijk verder wel. Die is ook inderdaad één keer bij zijn broer bezig kijken. En die was zo verschrikkelijk aangedaan dat hij ook echt zei van, ik wil hem niet meer zien zo. Dit is niet de broer zoals ik hem ken. En ik wil pas weer komen als het beter met hem gaat. Is het beter gegaan met Jori? Mevrouw de Vlaming. Ja, ja. Het is echt, het is een wonder. Wij hebben daar, hij is, een dag of vier hebben ze geprobeerd om hem wakker te laten worden. Maar toen kreeg hij een beginnende longontsteking. Toen naderhand hebben ze hem dus weer in slaap gebracht, weer proberen wakker te worden. Toen kreeg hij er een vrij zware overheen. Maar wonder boven wonder is hij toch uit coma gekomen. Het is een hele lange weg voor hem geweest. Hij heeft de eerste 5 maanden zat hij 3 keer in de week. Moesten we naar het ziekenhuis toe voor allerlei afdelingen. Ik weet niet of wat ik tegen u gezegd had, maar hij had in ieder geval hij was dus in coma. Zijn kaak was gebroken. Ik kan niet op het woord komen. Nee. Zijn rechterbovenbeen, zijn bekken. Ja, hij heeft echt van alles gehad. Aangezichtsverlamming is er naderhand geconstateerd. Zijn horenvlies was beschadigd. Hij zat heel erg onder het glas. Wonder bij wonder is hij. Hij heeft inderdaad nog verschillende operaties moeten doorstaan. In totaal 19 maanden in Dijkzicht gelopen. Maar hij was begonnen met een studie bij de MBO. Nou ja, daar is hij dus, moest hij mee stoppen. Heeft hij naderhand opgepakt. Hij heeft zelfs zijn bacheloropleiding heeft hij gehaald. Kijk. Inmiddels getrouwd. Kijk. 2 kinderen. Ja. Een wonder. Ja, want ik hoor u eigenlijk zeggen, hij is zo goed en zo kwaad als dat kan weer opgekrabbeld. Kun je hier volledig van herstellen, weet ik. Maar hij, zoals u het vertelt, lijkt het alsof hij een gewoon normaal leven leidt. Nee. Ja, oh nee, absoluut, absoluut. Kijk, natuurlijk zijn er restverschijnselen. En, net zoals ik zei, hij is 2 keer nog geopereerd, zoals in het oogziekenhuis. Mm-hmm. Dat hij heel erg had verdubbeldeelden. Dat is iets, dat komt niet meer goed. Maar mijn zoon is gelukkig een heel erg positief ingesteld persoon. En die zegt ook van, als je ziet waar ik vandaan gekomen ben, het is nu 21 jaar geleden. Mm-hmm. En hij wil er ook eigenlijk, zijn leven is daardoor op een hele andere, hij staat op een hele andere manier, is hij in het leven gaan staan. En eigenlijk heel diep respect hoe dat iemand dat op deze manier kan doen. Dit is wel een bijzondere herinnering aan het Dijkzicht ziekenhuis, dat oude gebouw. Maar als hij daar zo lang heeft geweest, zo lang heeft moeten rondlopen, hoe is dan je band met het personeel daar? Want dat is toch anders dan wanneer je 2 dagen daar aanwezig bent? Ik kan niet anders zeggen, fantastisch. Echt waar. Zoals ik ook altijd, tenminste zoals ik ook geschreven had in het stukje. Als ik daar langs rijd, krijg ik altijd kippenvel. En over mijn hele lijf. Ik heb die brok in mijn keel. Maar ook een lach op mijn gezicht. Want een grote dankbaarheid. Want mede door alle goede zorgen op de intensive care, op de eerste hulp, op de zaal, bij de operaties, heb ik mijn kind weer teruggekregen. Want ik had gedacht dat ik hem kwijt zou raken. Ja. En dus ja, ik zeg ook altijd, Dijkzicht is voor mij, en het zal het altijd blijven, het mooiste gebouw van heel Rotterdam. Mogen wij u een klein stukje van het mooiste gebouw aanbieden, mevrouw de Vlaming, met een echtheidscertificaat erbij, een stukje Dijkzicht? Heel, heel, heel erg graag. Mag ik nog 1 ding zeggen? Mm-hmm.
Het is namelijk zo, mijn zoon die kwam op een bepaald moment ook op zaal te liggen. En toen kwam hij te liggen bij iemand die ook bij het Dijkzicht onder behandeling was. Die man die heet Peert. En die man die was heel ernstig ziek. Die zou ook niet meer beter worden. En er was gevraagd aan die meneer van, joh, willen jullie een beetje Jori in de gaten houden? Dus dat gebeurde. Jori pepte hem op met zijn verhalen. Alhoewel Jori heel moeilijk kon verstaan door zijn aangezichtsverlamming. Maar hij kon dat wel. Geert is naderhand helaas overleden. Maar ja, Jori is daar eigenlijk als een soort belangrijkste persoon bij geweest. Geert hield heel erg van auto's. We hebben een autootje gekocht. Het is meegegaan de kist in. En Jori zat vooraan bij de crematie. Dus dat is ook iets wat zoveel ook impact ook op Jori had. Maar zo dankbaar dat zoals Jori in zijn meest kwetsbare periode, zeg maar, ook nog Geert heb kunnen steunen terwijl dat hij wist dat zijn leven af ging lopen. En het is. Het personeel heeft dat denk ik ook allemaal aangevoeld. Mm-hmm. En het was echt. Ik mocht op een bepaald moment ook nog gaan douchen daar bij het zustershuis. Ik heb daar heel veel gegeten. Echt. De zorg was top. En ik vind het heel vervelend dat de Dijkzicht afgebroken moet worden. Maar dat is puur voor het sentimentele wat en het gevoel wat ik daarbij heb.